Het festivalseizoen begint vroeg dit jaar, want volgende week start het eerste Haarlemmense duurzaamheidsfestival EcoTrip. Van 13 tot en met 20 februari presenteren 17 Haarlemse organisaties, van de schuur tot aan de stookkamer en van de pletterij tot aan Verhalenhuis Haarlem, een week lang theater, muziek, documentaires, gesprekken met deskundigen, exposities, beeldende kunst, rondleidingen en debat met duurzaamheid als inspiratie en noodzaak. Janneke Barthe en Ruben Heineman vanuit de organisatie. Welkom bij vanavond bij de introductie van dit EcoTrip Festival. Welkom. Ja, dankjewel. Janneke, om met jou te beginnen. Jullie zijn al een tijdje bezig met die organisatie van EcoTrip. Hoe hebben jullie en die organisaties elkaar gevonden? Ja, we zijn denk ik ongeveer een jaar geleden begonnen. En het begon met een gesprek dat ik had met Gert-Jan Hulster van de Actiepartij en Mira van Extinction Rebellion. Ik zit zelf ook bij Extinction Rebellion. Dat we graag meer zouden willen doen aan voorlichting eigenlijk over klimaat. En toen kwamen we op het idee van, hé, je kan natuurlijk aan de gemeente iets vragen, maar je kan ook zelf iets doen. En het kan allemaal heel erg vanuit informatie, maar het kan ook op een veel creatievere manier. Dus toen kwamen we als eerste op het idee van een festival rondom duurzaamheid en klimaat. Toen hebben we in een appgroep waar heel veel Haarlemse culturele instellingen in zitten, ook kleine initiatieven, makers, heel veel creatieve mensen, hebben dat idee gedropt en gevraagd van, joh, wie wil er meedenken? En daar kwam toen een hele inspirerende eerste brainstorm kwam daaruit. Nou ja, vanaf daar zijn we verder gegaan. En ik wil bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Nog niet, maar in ieder geval is er volgende week denk ik een heel tof festival. Ja, dus jullie zijn eigenlijk met heel veel culturele organisaties begonnen. Maar langzamerhand werd het iets minder cultureel. Of hoe ging dat in zijn werk? Want er sloten zich veel meer organisaties aan. Ja, dat is vanaf het begin is dat echt wel een hele mooie mix geweest. Want we waren vanaf het begin ook al met Extinction Rebellion. Hè, dat is een klimaatactiegroep. Maar ook bijvoorbeeld meteen het badhuis, nou ja, de stookkamer, de pletterij. Dus ja, de schuur die had een hele mooie voorstelling staan. Dat was ook een van de redenen om het juist in deze week te doen. Want die voorstelling die stond al, dat is Anthropocene the Musical. Nou ja, dat is een fantastisch voorbeeld van een theatergroep die ja, de transitie en klimaatproblematiek als onderwerp nemen. Dus dat vonden we heel tof. Dus het is echt vanaf het begin ja, die samenwerking geweest. En het leuke is dus dat zowel de culturele instellingen een aantal zeggen van, nou, daar willen we aan meedoen met dat onderwerp klimaat en duurzaamheid. Maar juist ook bijvoorbeeld de permacultuurtuin. Hè, die dan ook zegt, wij willen ook aanhaken en we willen gewoon een mooie rondleiding in onze tuin geven. En daardoor heb je echt een heel tof programma wat ja, die beide kanten laat zien. Ja, dus niet alleen cultureel, maar ook informatief en ook inspirerend. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat hoop ik, dat laatste. Ja, Ruben, maar dan klinkt het toch ook wel weer als een soort festival voor mensen die eigenlijk al geïnteresseerd zijn in groen en duurzaamheid en de mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Ik bedoel, is het niet alleen voor veganistische mensen? Laat ik het daar ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want het is een super divers aanbod aan verschillende activiteiten. Natuurlijk heeft het wel het thema duurzaamheid, waar we echt op focussen natuurlijk. Dat vinden wij ook heel erg belangrijk als organisatie om mensen bewust te maken over duurzaamheid en hoe jij zelf als, als burger hier aan mee kan, positief aan mee kan bijdragen. Natuurlijk zou het op het eerste oog wel een doelgroep aanspreken dat veganistisch is of vegetarisch. Maar ik denk, omdat het ook heel erg cultureel is, dat er ook heel veel creatievelingen hier geïnteresseerd in kunnen zijn. Ja, dus een hele brede doelgroep. Ja, zeker. Ja, en maakt het dan nog iets uit in leeftijden? Of? Natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk activiteiten waarbij met kinderen plastic kastelen gaat bouwen bijvoorbeeld. Dan is het voornamelijk voor een wat jongere doelgroep. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een theatervoorstelling in het Kweekcafé of een theatervoorstelling bij de schuur. En dat heeft natuurlijk ook weer een divers qua leeftijd, een divers aanbod. Je hebt voornamelijk ook, sommige jongeren houden ook van theater, maar ook wat oude mensen houden van theater. Het is qua wat je te zien krijgt, het heeft, ja, het pakt veel doelgroepen bij elkaar, denk ik. Ja, dus heel divers eigenlijk. Ja. 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 Het zijn bijna 40 activiteiten, begreep ik. Dus dan moet er ook wel voor iedereen wat bij zitten, lijkt mij. Ja. De opening is zondag de 13e. Wat gaat er dan precies gebeuren? We hebben in het Pelgrimkerk eerst een mis, een zondagsmis. En dan daarna hebben we gelijk een expositie. En hierbij willen ze ook iedereen uitnodigen om erbij te zijn.
Dat lijkt ons hartstikke gezellig. En het begint geloof ik om 10 uur. Klopt. Ja. Oké, ja. Meer is natuurlijk te vinden op de website, die er inmiddels natuurlijk ook is opgetuigd. Ecotripfestival.nl. Precies. Juist. Dat gaan we straks vast nog een keer noemen. We gaan het straks ook hebben over al die andere activiteiten. We gaan ze niet alle 40 opnoemen, daar hebben we helaas geen tijd voor. Maar we gaan er een paar tussenuit pikken die leuk zijn om te vermelden. Maar eerst even muziek. Van volgens mij Michael Jackson. Oh nee, John Mayer. Waiting on the World to Change. Is ook volgens mij heel mooi toch? Op zijn avond. Wow. We zijn weer terug bij het Ecotrip Festival met Janneke Bart en Ruben Heineman. En we hadden het net over het ontstaan van het eerste Haarlemse duurzaamheidsfestival Ecotrip. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de activiteiten, want het zijn er bijna 40. Die website is eigenlijk flink gevuld, dat ecotripfestival.nl. We hadden het er net al over dat jullie eigenlijk niet in eerste instantie zo gedacht hadden dat het zo groot zou worden. Omdat er eerst maar een paar organisaties zich aansloten. Ruben, kun je een aantal van die organisaties noemen die er allemaal mee zijn? Want het zijn er in totaal wel 17. Je hoeft ze niet allemaal te noemen, maar wie zijn er ondertussen allemaal aangehaakt? Ten eerste de Schuur doet mee. Kweekcafé bijvoorbeeld, een hele toffe plek ook in Haarlem-Noord. De Pletterij, daar vergaderen we ook elke maandag. Even kijken, de Stookkamer natuurlijk. En Permacultuurcentrum Haarlem.
Ja, Verhalenhuis, niet vergeten. En Haarlem, Haarlem Mitaren ook, ja. Ja, ja. Dit zijn er een paar, maar ja, de lijst is lang. Dat is ongeveer de helft. Ja, er zijn er dus nog veel meer. Moet je maar even op de website kijken, inderdaad. Het is begonnen als cultureel festival. Dus Janneke, wat voor culturele, kan je er eens een paar uitnoemen, uithalen? Activiteiten die dan echt cultureel genoemd mogen worden. Ja, absoluut. Bijvoorbeeld, er is een hele mooie avond op 17 februari in het Kweekcafé. En dat is een combinatie eigenlijk van cultuur en informatie en debat. En dat begint met een voorstelling dat heet De Groene Man van Marius Bruin. En dat is een muziektheatervoorstelling. Het duurt niet lang, ongeveer een kwartier. Maar het is een wandeling waarin een soort mythologische figuur, daar wordt een verhaal over verteld en die maken daar hele mooie muziek bij. En na afloop is er een concert van Florian Wolf. Dat duurt ook een uur, ook in het Kweekcafé. En Florian Wolf, dat is een zanger die ook geïnspireerd op duurzaamheid allemaal hele mooie liedjes maakt met zijn Green Machine. Waarbij het publiek dus zelf mag trappen. En met de elektriciteit die ze op die manier opwekken, wordt Florian versterkt. Dus dat is nog ook extra een mooi ding van dat concert. Dus hoe harder je trapt, hoe harder die gaat. Hoe harder die gaat spelen, okay. Ja, zeker. Nou, dat is dan wel een leuke gimmick. Ja, oké, dat is in het Kweekcafé. Dat is muziek. Nog andere dingen, film of theater? Of? Ja, zeker. Nou, ik noemde net al even, De Schuur kwam net al langs met Anthropoceen. Maar ook een hele leuke vind ik voor kinderen, Baas in het Bos. Dat is op 20 februari in het Verhalenhuis. Een jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. En ik vind dat ook wel heel leuk. Omdat ik heb zelf bijvoorbeeld ook 2 kinderen. Nou, die zijn 4 en 7. Dus ik ga ook zeker met ze naar die voorstelling. En soms denk je wel van ja, er speelt nu zoveel in de wereld. En ja, mijn dochter die droomde laatst over dat de aarde verging. Ik vind dat gewoon heel naar. En ze krijgen van alles krijgen ze mee. En dan denk je ja, soms als ouder, hoe kan je het gesprek aan met je kinderen? Wat kan je ze vertellen? Hoe kan je op een mooie manier, kan je ze toch iets vertellen over ja, wat er aan de hand is? En ik hoop dat dat soort voorstellingen daarbij helpen. Dat het op een mooie manier over de natuur gaat en ook wat je kan doen. Dus dat vind ik ook een hele leuke. Ze weten meer dan wij denken. Precies. Toch? Ja. Oké. Okay. Nou ja, films heb ik ook gezien op het programma. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel, hoe noemen jullie dat? Debatten, inspiratie, avonden, rondleidingen. Hoe wil je die categorie eigenlijk omschrijven? Ja, dat is van alles. Hè? Dat is inderdaad, precies wat je zegt. Het is soms een lezing of een debat of een gesprek. Allerlei thema's die worden uitgediept. Ja, zal ik daar nog wat meer over vertellen? Over ja, wat straks highlights? Gaat collega Marcel het natuurlijk uitgebreid hebben met Mark Woerden nog. Ja. Over zijn ideeën. Noem ik die niet? Nee, die mag straks. Ja. Wat ik een leuke vind, daar ben ik zelf ook bij betrokken. Maar dat is over de donut-economie. Donut-economie, dat is een theorie van Kate Raworth. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen, maar ook lang nog niet iedereen. Dat gaat er eigenlijk om, hoe kun je in de donut blijven? Dat betekent genoeg voor iedereen en tegelijkertijd niet over de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen. Dat is echt heel in het kort. En daarover hebben we op 17 februari een gesprek in het Kweekcafé met onder andere Melissa Oosterbroek van GroenLinks. Waarbij we ook kijken van hoe kunnen we nou in Haarlem met z'n allen zo'n donutcoalitie beginnen. Dus we hopen daar ook mensen bij te hebben die gewoon zelf zeggen wij willen daarmee aan de slag. Dus dat wordt een hele toffe, denk ik, mooie avond. En een andere is bijvoorbeeld op 19 februari in het Badhuis, een presentatie van Extinction Rebellion. Ja, dat gaat over de klimaatcrisis, kan ook best heftig zijn. Van wat is er eigenlijk aan de hand en wat kunnen we eraan doen? Voor die mensen die wat meer activistisch zijn ingesteld. Hè? Je hebt ook mensen die willen gewoon actie voeren en de straat op. Dus dan kun je daar ook langskomen en je daarbij aansluiten. Ja, en dan gaan we de hele andere kant op. Want er zijn natuurlijk ook hele leuke rondleidingen. En dan kan je natuurlijk van de natuur genieten. Absoluut. Ja, kijk, je hebt ook de permacultuurtuin bijvoorbeeld. Dat is dan weer iets heel anders. En ja, dat vind ik ook wel leuk gewoon van dit festival. Het heeft zoveel verschillende invalshoeken. En ook denk ik voor ieder wat wils. Want je kan inderdaad meer met natuur bezig zijn en ook meer met zelf doen. Hè? Ik bedoel, je kan meedoen aan opruimacties. Vrij waterland. Ja, precies, ja. Vrij waterland. Zelf koken, veganistisch eten. Dus gewoon dat soort dingen. Maar ook inderdaad acties, de straat op. Maar ook heel veel informatie, mooie films. Dus er zit gewoon echt heel veel zit erbij, denk ik. Die permacultuurtuin, waar is die? Die permacultuurtuin, die is... waar is die? Vlakbij Circus Hakim. Ja, Verspronkweg. Verspronkweg, ja. Ja, tussen die sporen. Ja, daar vlakbij zit de permacultuurtuin. Dus echt een pareltje voor wie er nog nooit geweest is. Precies, opzoeken. Er zijn daar een aantal vrijwilligers gewoon regelmatig aan het werk. Die hebben er iets heel moois gemaakt.
Dus echt gewoon heel leuk. En ook dat idee van permacultuur, voor wie dat nog niet kent. Allemaal gewassen die zeg maar door elkaar heen groeien en elkaar versterken. Ja, ga daar gewoon langs. Want het is echt heel leuk om te zien. Oké. Okay. Nou, dan nog als laatste heel kort voor jullie allebei de tip. Waar wil je, wat moeten de mensen gaan zien? Of waar wil je zelf naartoe? Want dat kan natuurlijk ook. Wil je als eerst? Ja, ik ga wel als eerst. Nou ja, wat Janneke al vertelde over de avond in het Kweekcafé. Met het theatervoorstelling en donut-economie. En dan met Florian en de Wolf en de Green Machine. Dat spreekt mij het meeste aan. Ik hou van heel erg van muziek en van theater. En ook in het groene kader. Daar ga ik zeker naartoe. Oké. En Janneke? Ja, dat is heel lastig, hè? Om nou, want ik kiezen, wil gewoon, ja, ik wil heel veel dingen naartoe. Maar wat ik toch wel heel bijzonder vind, dat is die groene kerkdienst. Ik ben gewoon echt super benieuwd. Want je zei, ja, het is een mis. Ik denk, ja, we hebben het natuurlijk ook wel eens, hè, over de groene kerk en de klimaatkerk. Maar dat is echt de opening van het festival. Het is een protestantse kerk. Precies, dus, wat gaat een protestantse dominee, wat gaat die ons vertellen over duurzaamheid en... Hè, volgens mij is het hoe Jezus ooit, nou ja, ons inspireerde misschien om nu te gaan leven. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind dat toch wel heel bijzonder. Dus daar wil ik graag naartoe. Ja, laat je ook een beetje uitdagen. Absoluut. En ga eens dingen doen die je normaal nooit doet. Ja. Dus tot met de rondleiding met de paardjes en zo. Dat zag ik ook nog staan. En dat vind ik ook heel leuk. Heel lief. Met paardjes en honden wandelen. Ja, heel schattig. Top. Kan allemaal. Oké. Okay. Het Ecotrip Festival van 13 tot en met 20 februari. 17 Haarlemse organisaties van noord tot zuid in Haarlem. En kijk op de website ecotripfestival.nl. En dan kan je een overzicht vinden van alle activiteiten.